Yo mensen, welkom bij een nieuwe video van FC Emmen. We zijn aangekomen bij aflevering 8 of zo, 7, zoiets. Ik weet het niet meer. We hebben ons nieuwe spits. En ik heb een beetje nagedacht en zo. Mensen zeiden al tegen mij van, ja, je moet op afkoopclausule kopen. En dan spelers daarna weer verkopen. Want dat helpt heel erg. Dus dat kunnen we wel doen. Laten we in ieder geval dan een linksachter gaan zoeken. Oké, ik heb een paar linksachters gevonden. Ik moet even gewoon kijken hoe goed ze zijn. Laten wij. We hebben volgens mij een wedstrijd binnenkort. Weet niet zeker. Laten wij even naar een wedstrijd toe simuleren. Oeh, transfer voor Bel, dat gaan we niet doen. We gaan Bel niet wegdoen. Dat gaan we echt niet doen. We hebben hem echt hard nodig voor de links of de rechtsachter. Nou, dan zijn we blij dat ze weg kunnen. Dat is alleen maar mooi. Oh, we hebben toch wel een wedstrijd. Nou, ik zie je bij straks mijn wedstrijd. Oké, we zijn aangekomen bij Heracles. En ik ga gewoon simuleren. Want het is een beetje te warm om nou een wedstrijd te doen. Dit wordt denk ik een beetje een aflevering met simulaties en ik ben benieuwd als we kunnen winnen. Jammer. We hebben 1-3, jammer. Ik denk dat we echt even een keepertje nodig hebben. Daar ligt het probleem ook, denk ik. En we hebben echt spelers nodig die later echt heel goed voor ons kunnen worden. Dan zei ik al eerder in een video al. Of in een andere video van. Het gaat nou niet dat wij het geld hebben. Het gaat mij meer om. Dat we spelers hebben die het Champions League aankunnen. Want dat is wel het doel wat ik wil bereiken. Met SCM'en. Dus. Wij trainen gewoon wat. Dan gaan sommigen ook weg. Vanwege het leenprogres. Curtis Jones. Dat is ook wel een goeie volgens mij. Die gaan we ook even scouten. Curtis Jones, dat is ook al een speler die wel wat gaat worden later. Oké, laten wij. Dat is ook een verdediger bezit. Vitesse, die moeten we kunnen winnen. Feyenoord straks. Ik wil eigenlijk gelijk even naar de volgende seizoen toe simuleren, maar dat gaan we niet doen. Zo. Oké, nou Jansen die kan wel dan hier staan, hoppa. Nou, dit staat wel goed zo. Laten wij maar gewoon focussen op het wedstrijd straks. Moet ik even een slokje G Fuel drinken. Die knap ik daar wel van op. Vitesse moet sowieso ook kunnen winnen. Daar 9e, wij 11e. We hebben de vorige aflevering wel even 6 punten gepakt. Ik zal even Futwist erbij pakken. Zo. Aanbod, nope. 2 miljoen, ja, dat gaan we niet doen. Dat, Ik wil even. Ik moet een paar spelers hebben.
die echt het change kunnen maken in mijn team. En ik heb wel wat, maar ik moet wel de geld ervoor hebben, dus het is wel even. Het is wel even. Denk ik, dingetje. Ik ga hem ook voor mij gewoon in de basis zetten. Hij traint nog heel veel. Misschien. Oké, laten wij hem even een kans geven. Als hij zegt. Als hij. Ja. Hij is beter dan Tegelkamp. Ik wil hem er ook in hebben. Maar maar Pena, die is alleen maar CAM en CM. En de Leeuw is alleen maar CAM. Dus dat is wel jammer. Oké. Let's go. We hebben ons nieuwe spits, de Lane spits. Ik hoop echt dat hij goed gaat doen. Het is wel echt een grote talent. Dus hij gaat sowieso goed doen. Dat weet ik nou al later in de toekomst. Op Dalberg. Lekker. Let's go. Nice. Niketa die heeft gelijk al gescoord. Met zijn debuutwedstrijd gelijk gescoord. Eindelijk. We hebben die spit. We hebben hem gewoon nodig later. Dus ik zeg het, we hebben hem nou in een lekker te leen. Ik heb nog wel wat toekomsten plannen. Dat komt wel goed. Alleen. Die Niketa, die gaan we sowieso halen als de leen afgelopen is. Dan gaan we hem ophalen. Ja, ik verwacht meer hetzelfde. Hij deed echt goed, denk ik. Ik heb hem niet kunnen zien, maar. Het zal wel. Oké, laten wij naar de volgende wedstrijd gaan. En dan zien we jullie tegen de Feyenoord voetballen. Dus tot zo. Oké, we zijn. We zijn door de transfers heen. We moeten het beste wel gaan opzetten. Want. Ja, we moeten het wel, want de linksachter is weg. Of ja, die heeft een rode kaart. De Leeuw die verlaat SCM'en, omdat ik zijn contract niet heb verlengd. En dat is de reden waarom ik hem niet heb verlengd, is omdat hij al 33 jaar is. En we hebben Pena, hebben we op de CAM. En hij speelde dan in spits. Maar we hebben de spits, hebben we al een talent, dus. En dat ga ik op een gegeven moment niet meer gebruiken, dus. Dan maar zo. Laten wij even de linksachter veranderen. Ik denk dat we die best ook maar even moeten veranderen. Of veranderen, even trainen. Want dat is wel even handig. Oké. Dit staat allemaal lekker zo. Pena staat CAM. Ja, dat staat allemaal wel goed. Oké, let's go. Ik ga de keeper ook niet veranderen. Maketa, die gaat erin. Oké, Feyenoord. Kunnen wij winnen van Feyenoord? Ik hoop het echt. Dat is jammer. Maar. Dat betekent dat wij best wel nog een redelijk teampje hebben. Want 1-0 tegen Feyenoord is best wel knap. Want. Ah ja, knap. Feyenoord wint dan. Maar. Ze hebben maar één doelpunt gemaakt bij ons. Dus. De keeper doet het. Oké, we zijn bij Twente aangekomen. Ik weet niet hoeveel Twente eigenlijk staat. Maar volgens mij staan ze wel in het. Oh, ze staan 13e.
Ze hebben 10 wedstrijden verloren bij 12. Ze hebben 6 gelijk gespeeld en 5 gewonnen. Dus wij hebben 7 gewonnen. Laten we simuleren. Oh, ik heb de linksachter nog niet veranderd, maar... Oh mijn god. Die keeper moet echt veranderen. Oh mijn god. Dus ja. Het is wel jammer dat wij best wel van die lage clubs gewoon verliezen, want... Ik moet eerlijk zijn, een gebrek aan speelminuten. Maar je krijgt toch gewoon speelminuten? Hij krijgt speelminuten. Ach, weet je wat, krijgt de tering, joh. Hij staat gewoon in de, ja, hij staat gewoon in de basis. Hij heeft gewoon de hele wedstrijd gespeeld. Hier, oprotten. Wegwezen. Hij krijgt helemaal niks. Weg. Hup, huts. Wegwezen. Ik zet hem nog te koop ook, let maar op. Wat een kerel. Ook kwaad omdat hij. Hij staat heel wedstrijden erin. En gaat hij zeuren dat hij geen speelminuten krijgt. Nou, dat vind ik wel knap. Hij is ook slecht in vorm. Je moet eigenlijk even mensen erin hebben die goed in vorm zijn, want. Zijn vorm is slecht. Ik wonder dat hij ook boos wordt en dat hij eruit wordt gehaald. Je moet de vorm... ja, dat is ook zoiets weer bij deze game. Juist van die spelers. Ik kan het wel even laten zien eigenlijk. Kijk, je hebt hier van Dalberg. Die heeft een vorm van slecht. En... Ja, geen wonder waar... Daarom zijn we ook zo slecht. Niemand is ook tevreden, omdat... Niemand speelt goed. Oké, ik moet wel echt even transfers gaan doen, want... of transfers contracten gaan... gaan beheren. Want... mensen gaan heel veel... Mensen gaan echt weg. Dus dat moet ik even doen. Maar ja, mensen die hebben geen goede vormen. Dat vind ik wel jammer. Want. Kom de wedstrijd. Ja, ben jij beter dan Pena, zal ik zeggen. Ja, hij is niet beter dan Pena, dat weet ik nou al. Oké, okay, we hebben de spelers die geblesseerd waren, die zijn weer terug. Ik heb de linksachter even veranderd. En de twee Arroyo's staan er weer in. Dus dit moet goed komen. Lekker. Naketa. Ja, die scoort tegen kleine clubs, maar hij moet even erin komen. Maar ik denk dat hij alleen maar meer gaat scoren als wij... goede spelers erin hebben staan in de basis. Die echt even de change kunnen maken. Waarom ga ik die Larsen nu überhaupt nog trainen? Kan net zo goed weggaan. Oké. Okay. Nou, dat gaat goed. We staan 10e. Ik wil sowieso in de top 10 komen. Als het de seizoen afsluit. Of is afgelopen. Dan is mijn doel al dat ik even in de top 10 wil beëindigen. En want dan zitten we echt goed. En dan hebben we best wel een change gemaakt. De spelers zijn... we hebben ook echt even een leider nodig. En die hebben we nog niet.
Oké. Laten wij gaan beginnen. Let's go. Willem 2. Ik denk dat we hier nog wel kunnen van verliezen. Ja, let's go. Laten we gewoon proberen. En we hebben gewonnen. Jong heeft het doelpunt gemaakt. Lekker. We hebben gewoon gewonnen. Nice. Ja, hij wil weg, hè. Maar hij staat wel boven de 3 miljoen. Dat is wel lekker. Dat we dat hebben. We hebben hier een RM. Misschien kan hij het plek vervangen. Ik hoop het. Laat hem gaan trainen. Hallo. Ja, laten we deze keeper nog even doorleffelen. Die RM, die gaan we even trainen. Want voor mij is dat best wel een goeie. Ik hoop het. Anders gaan wij heel anders spelen. En dan weet ik daar nog wel wat plek opties. Sparta of Sparta. Dat moet goed komen. Hij wil erin. Dat kan. Kalkoen die heeft een rode kaart. Wat we kunnen doen is Pena op de CM spot gooien. Dat kunnen we doen. Dan heb daar neerzetten. Dan gaan we even gewoon de Vossen gebruiken. Ja, de team staat goed zo nu. De team staat, staat goed. Ze maken doelpunten. We winnen. Dus dat is... het staat goed nu zo. Oké, Sparta. Sparta. Rotterdam. Ik ben benieuwd. Kunnen we hiervan winnen? Kom op. Lekker. Pena en Ketia. Lekker hoor. Dit is gewoon heerlijk. En die Arroyo-verdediger die groeit ook echt alleen maar. Die wil ik eigenlijk daarna wel weer verkopen. En dan wil ik eigenlijk die Tobido. Maar ik heb nog eentje. En dat is die van die Spaanse guy van Man City. Die is ook heel goed. Die heet Garcia. Dat is echt een talent. Dus die moeten we eigenlijk wel gewoon gaan hebben. Okay, we kunnen hem niet vinden. Nou, dan doen wij even zo. City en dan verdediging. DV. Kijk, hij. Garcia. Toont veel potentieel nul. En hij heeft hoog normal. Dus zijn verdediging is hoog en het aanval is normal. Die van hem is ook potentieel nul. Alleen hij is niet zo goed. Want ik heb ook nog een andere career mode. Die ik gewoon zelf een beetje doe. Die Ballet die had dat ook volgens mij. Die heeft normal normal. En Todibo heeft dat ook. Ik, die verdediger moet ik even kijken wat ik ermee ga doen. Want, ja, die Garcia die wil ik sowieso hebben. Die past mooi hier in het team. Oké. Ik ga nog even de contracten doornemen. Ik denk dat dat wel even verstandig is. Zo, we hebben niet veel meer. Dat is heel jammer. Ik haal de belangrijke spelers er wel even bij. Ik zie jullie zo weer. Ik ga de contract even doornemen en dan
gaan we kijken wat we kunnen behouden en niet. Want we hebben niet meer veel budget. Dus we moeten... Oké, we hebben... ik heb het allemaal doorgenomen. Er zijn ook heel veel spelers die... die op leen zijn. Of op loon. Dus we gaan ook sowieso wel wat spelers kwijtraken. Maar ik heb even goed gekeken van... ja, we hebben 3 CRM's. Eentje gaat weg. Dus dan hebben we nog een andere die even dan een vervanger kan worden. Zoals Veendorp. Die ga ik ook wegdoen. Want ik heb echt heel veel verdedigers. Dat is niet normaal. Nice. Ja, ik gebruik hem ook niet. Ik ga hem ook wegdoen, want ja, weet je wat het is? We hebben zoveel verdedigers. We hadden voor mij 6 verdedigers of zo. En die hebben allemaal een rol belangrijk. En ik gebruik er maar 2 of 3. Dus en die Garcia, die komt er ook voor mij nog bij. Dus ik heb wel gewoon straks gewoon even best wel goede verdedigers. Die Garcia, die is ook heel goed. Die heeft een potentieel. En ik heb dit nog besproken, hè, met die Harisi. Ik weet niet of je zijn naam zo uitspreekt. Maar hij wou in zijn contract 10 doelpunten. Krijgt hij meer loon. Hij scoort gewoon even 2 in. Lekker hoor. Ik moet dat bij de Niketa ook even doen. Even zo'n doelpunt bonus erin gooien. Want ik heb het gevoel dat ze daar toch mee beter gaan van spelen. Die doelpunten. Maar dat weet ik niet zeker. Dat kan ook niet zo wezen. Wat hebben wij nog qua van... Nou, wat net zeggen. Gaat het nog gebeuren of... extra wedstrijd seizoen. Nou ja, het zal wel, joh. Je moet vaker spelen, ja, bro. Jij gaat helemaal niks. Jij wil weg omdat jij fucking wedstrijden erin staat. En nou wil je opeens weer gaan spelen? Ja, ga weg. Zoek, ga ergens anders heen, zou ik zeggen. Oh, lol. Dat was niet de bedoeling, maar goed. Maakt niet uit. Oké. Laten we... Dit wordt misschien een beetje een lange aflevering. Maakt niet uit, want we doen simulaties. Dus maakt mij niet uit. We gaan PSV nog even doen. Ja... akkoord gaan met 1 miljoen. Heeft de verdediging voor akkoord gaan. Oké. PSV. Kunnen daarvan verliezen. Maar ik weet het niet zeker. Oh, dan moet die Larsen zeker erin hebben. Dat gaan we niet doen, hè. Falcon, is die alweer terug? Of ja. Zo. Ja, Falcon is weer terug. Dan, ik heb het gevoel dat Pena ook beter speelt. De CV dan CAM ofzo. Ligt dat aan mij, maar. Ja, de team zit lekker zo. De spits maakt, die linkspits maakt heel veel doelpunten. Dus ik ga hem in volgende contracten... Oh nee, wacht, we kunnen hem niet in contracten. We hebben hem op leen, dus we kunnen niet zijn contracten aanpassen.
Nou, dit was ook wel te verwachten dat wij tegen PSV kunnen verliezen. Die kans. Oké, we gaan afsluiten. Er komen nog wel wat makkelijker wedstrijden aan. En ik probeer ze ook te winnen. Maar we hebben even gewoon spelers nodig die echt een change kunnen worden in het team. En die we later echt in topvorm zitten. Dus ik sluit de video hierbij af. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en een like te doen. Ik zie jullie later weer. Morgen komt er weer een video om 3 uur. En dan gaan wij kijken wat wij gaan verwachten. Ik denk dat er morgen wel weer een FIFA-video komt. Dus hou er rekening mee. Ik heb al 3 afleveringen, of ja, 3 video's achter elkaar Batman Arkham Knight geüpload. Dus dan maar even weer een FIFA, denk ik, morgen. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot morgen om 3 uur. Elke dag om 3 uur een nieuwe video. Vergeet niet te abonneren en een like te doen. Volg me op Twitch. En dan zie ik jullie daar misschien en morgen bij de nieuwe video's. Jongens, tot morgen. Pauw.